Goedemorgen iedereen. Ik neem eventjes snel een kortere video op, want gisteren had ik een boodschap gedeeld in Instagram Stories. En normaal gezien, als je mij op Facebook volgt, dan ga je het waarschijnlijk ook daar gezien hebben. Maar het gaat over eigenlijk een hele belangrijke boodschap die voornamelijk ook voor healers, lichtwerkers, tweelingvlammen is. Eigenlijk iedereen die ondertussen gewoon is om met energie te werken. Met de vraag om behulpzaam te zijn bij het neerzetten van een bepaalde vlam. Een hele krachtige vlam, dat is een zwart diamantenvlam. En als je mij al een tijdje volgt hier op YouTube, dan heb je ook de transmissie gezien waarbij ik die zwart diamantenvlam gebruik om de negatieve schadelijke energieën en stoffen van vaccinaties, van stralingen en nog een heleboel andere dingen, om die te gaan neutraliseren. Want die kracht hebben we. Nu, gisteren was ik eigenlijk onderweg naar de winkel toen ik aan een heel druk kruispunt aan het wachten was. En op dat moment kreeg ik te horen van Lindsay: gebruik de tijd dat je hier aan het wachten bent om een zwarte diamantenvlam eigenlijk hier neer te zetten, hier te verankeren. Dus dat heb ik dat gedaan. En dan, dat was eigenlijk de vraag. Toen passeerde ik daarna ook aan het station van Brugge en op daar ook opnieuw dezelfde vraag. Zet hier ook die zwart diamantenvlam neer. Met als bedoeling dat iedereen die daar passeert. Dus dat zijn eigenlijk punten waar heel veel mensen dagelijks voorbij gaan. Met eigenlijk als doel om de angsten en de laagtrillende frequenties en de laagtrillende energie die nu eigenlijk weer aan het opflakkeren is. Die eigenlijk de donkere schaduwen die weer naar boven komen. De trauma's dat we eigenlijk opgelopen hebben naar aanleiding van de hele pandemie en de vrijheidsbeperkingen en alles die daarmee te maken hebben gehad, om dat niet opnieuw weer allemaal te moeten gaan herbeleven. Dus daarom is de vraag aan jou, als je je daartoe geroepen voelt en voelt dat je inderdaad dat kan, tenslotte iedereen kan het, maar het is belangrijk dat je het ook voelt, want anders ga je eigenlijk met je mind die kracht ervan gaan saboteren. Maar dus als je dat voelt, dan wordt er jou gevraagd van, de Galactische Raad. En er is niet specifiek één Galactische Raad, maar er is dus één Galactische Raad die verantwoordelijk is voor het universum. En dan eigenlijk per planeet is er nog een andere Galactische Raad. Je kunt dat zien als een soort van bestuurdersraad of raad van bestuur of hoe noemen we het ook hier ook alweer. Dus maar van daaruit werd gevraagd om zoveel mogelijk mensen te activeren. En door dan deze video te kijken, ben je sowieso geactiveerd met die codes om in staat te zijn om daar een kanaal voor te zijn, voor die energie te zijn, voor die specifieke energie. Zodanig dat mensen die met jouw energie in contact komen, jij natuurlijk zelf ook, maar die eigenlijk ondersteund worden door die zwarte diamantenvlam. Nu, hoe werkt dat eigenlijk? Of hoe kan je dat visualiseren? Dat is eigenlijk een diamantenvlam. Dus diamanten ken je, diamantenenergie ken je. Je kan het ook gewoon googlen als je daar een visueel beeld van wilt. Maar dus een diamantenkern in de vorm van een vlam. En eigenlijk de rand van de vlam is zwart. Een diep zwarte kleur, maar waar er tegelijkertijd een schittering in zit. Dus eigenlijk wat die dingen van die diamanten in zit. Je zou het kunnen vergelijken dat wanneer je kijkt naar de vlam van een kaars bijvoorbeeld, van een vuur, dan gebeurt het soms dat er rond de vlam zo blauwe schittering is. Wel, de blauwe schittering bij de vlam van een kaars is eigenlijk de zwarte kleur. Om jou een extra voorbeeld of ankerpunt te geven om dat helder te hebben wat dat dan is. En wat ga je dan eigenlijk gaan doen, gewoon doorheen jouw dag, als je op een plaats komt waar dat er heel veel mensen zijn, of gewoon waar je voelt dat nodig is, of als je er gewoon aan denkt, is ook al een signaal, dan zet je met jouw intentie daar die zwart diamantenvlam neer. Je kan hulp vragen aan je team, maar weet dat sowieso jouw team constant bij jou aanwezig is. Dus van zodra dat je daaraan denkt, van zodra dat je er eigenlijk mee aan de slag gaat, dan help je hen ook om dat daar op die plaats te gaan doen. Dus zo heb ik dat al gedaan in het verleden, een aantal weken terug, of vorig jaar ook zelfs, naar aanleiding van de COVID, in verschillende ziekenhuizen, verschillende rusthuizen, scholen, winkelcentra. En ook gewoon rond jezelf, rond je heen. Bijvoorbeeld in je auto, dat die auto eigenlijk gewoon de energie draagt van die vlam. Dus je kan daar op heel veel verschillende manieren mee werken. Maar waarom nu specifiek die zwart diamantenvlam? Omdat die zwart diamantenvlam
is eigenlijk verbonden met de energie van de bron, dus de diamantenenergie. En tegelijkertijd ook de zwarte energie. Want de zwarte energie is eigenlijk de dualiteit, dus eigenlijk het omgekeerde spiegel van die diamantenvlam. En dat zorgt ervoor dat je de volledige identiteit, niet de identiteit, via de volledige dualiteit, dus als eenheid, de volledige energie gebruikt van de bron. Van wat dat er eigenlijk, waar dat we eigenlijk allemaal uit ontstaan zijn. En dus wat doet de zwarte vlam, en dat kan je ook horen in die transmissie die ik gemaakt heb, dan de zwarte vlam absorbeert eigenlijk alle laagtrillende emoties, alle laagtrillende energieën, alle schaduwen, die worden eigenlijk er gewoon uitgezogen, als het ware. En het zwart, zoals in een zwart gat, dat verdwijnt ook alles in. Dus eigenlijk die zwarte energie heeft dat als eigenschap. En dan wordt het eigenlijk opnieuw vervangen, want het universum houdt niet van leegtes. Dus wat we ergens iets wegnemen, dan wordt er onmiddellijk iets in de plaats voor gebracht. Daarom is het ook belangrijk om, ook bij manifestatie, om wanneer je iets loslaat, om het bewust te verplaatsen, te vervangen door iets wat hoger trillend is. En daarom is dan die diamantenvlam er. Niet dat de zwarte vlam, dat de zwarte vlam op zich hoger trilt of lager trilt dan de diamantenvlam, daar gaat het niet over. Het gaat over de eigenschappen van die vlammen. En daarom wordt de zwarte vlam gebruikt om dingen weg te nemen en onmiddellijk de diamantenvlam om dingen te herstellen, op te laden, te gaan voeden en zo meer. Dus dat wou ik even nog hier ook delen. Omdat ik mij er bewust van ben dat er niet iedereen mij volgt op sociale media die hier zit en omgekeerd. Dus ik hoop dat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken, zodanig dat we samen onze energie, onze kracht kunnen gebruiken om het deze keer niet weer opnieuw zo ver te laten komen, naar angsten toe, naar het verstrengen weer van die maatregelen, naar het gebruik van mondmaskers en zo. Want het heeft een enorme impact op het spreken, op ons keelchakra, op het mogen uiten van je waarheid. Veel meer dan dat je denkt. Dus ik zou zeggen, ga ermee aan de slag. Gebruik het ook gewoon in je eigen leven. Ook als je geconfronteerd wordt met iemand die heel laag energie hebt. Visualiseer gewoon en vraag gewoon om de zwarte diamantenvlam. Om eigenlijk een soort van brug, een soort van façade, een energetische plexiglas eigenlijk. Dat is het beeld wat ik nu krijg. Om dat eigenlijk tussen jullie te houden. En dat gaat veel krachtiger en veel meer afdoen dan een mondmasker of wat dan ook. Dus ik zou zeggen, ga ermee aan de slag. Heb je vragen? Wil je nog meer werken met die vlammen? Ben je getriggerd erdoor? Neem contact met mij op en dan gaan we kijken op welke manier dat jij nu het beste in afstemming dus met je eigen groep waar je nu staat. Waar dat je nu klaar voor bent, waar dat jij mee aan de slag kan gaan. Zodanig dat we met veel meer mensen geactiveerd worden en in onze kracht gezet worden. Want met hoe meer mensen dat we zijn, hoe meer mensen dat we eigenlijk dat weer positief kunnen beïnvloeden. En dat is de manier waarop dat we samen die wereld hier gaan veranderen. Zo, dat was van nu. Als ik nog iets binnenkrijg, doorkrijg, dan ga ik het zeker met jullie delen. En tot in de volgende. Dag!